Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 86 hier in Frankrijk. Ronde nummer 6 van het kampioenschap. Ja, een nieuwe ronde, nieuwe kansen altijd met Jensen Button. Kijk wat hij kan gaan doen. We gaan even de kalender even opvullen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F122 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Voor de oplettende, links onder in het scherm, toen net zag je F123, die is dus aangekondigd. Dat had u echt niet verwacht. En ja, dat belooft ook veel spannends te gaan worden. En kijken wat dat dan gaat. Ja, wordt het eigenlijk wat Codemasters? Wanneer wordt de release datum bekendgemaakt? Maar goed, dat is eigenlijk nu niet het geval. Want we gaan gewoon deze keer moet even afmaken en daarna focussen op F123. We moeten een rivaal gaan kiezen en ik ga gewoon voor Fernando Alonso. En ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Dan is het tijd voor de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en het regent hier flink in Frankrijk. De full werd dus eronder gezet en kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht van wel, ik denk ook dat Jensen Button hier door gaat komen, net als in Oostenrijk. Goed, de laatste bocht namen wij niet zo fijn en hadden daar een keuze. En we, ja... Goed, ik weet eigenlijk niet wat ik wou zeggen. Nice. Ja, kijken wat we dus moeten gaan doen. In ieder geval doorkomen naar Q2. Ik verwacht nog steeds van wel. Einde van mijn eerste en hopelijk laatste run in Frankrijk in Q1. Daar volgens mij een track limit waarschuwing, als ik het goed zeg. Jazeker. Daar die binnenste bocht net iets te ver aangetikt. De curb zo wat overschreden. En dan laten wij een 1.46.426 noteren. Als snelste tijd in Q1. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Nog steeds hevige regen op het circuit. Button staat nog binnen. En wij gaan het hopelijk doen met één run. Zo mooi als dat gaat gebeuren, kunnen we ja, eigenlijk banden sparen. In de race wordt het droog, dus ja, verwacht maar een leuke strijd tijdens de pitstops en de strategieën. Wie start op medium, wie start op soft, wie gaat er zelfs voor de harde band en gaat heel lang door tot het einde en dan in één keer naar de softband. Het is allemaal even kijken, terwijl Liam Lawson de snelste tijd in Q2 laat noteren. Wij komen zometeen aan bij start-finish. De laatste bocht is hier, nemen we goed, schieten wel iets te ver door. En dat is een 1.45.603, snelste tijd in Q2. Goed gedaan. En dan zijn we door naar Q3. Het late kwalificatiedeel loopt dus. En nu is de vraag, kunnen wij het ook doen met één run en de pole position pakken? Jensen Button rijdt gewoon door. Die is bezig aan een timed lap. Zoals we dat noemen, een getimede ronde. Wij gaan dat dus nu ook doen. En moeten er gelijk staan. Daar de apex wat gemist in bocht nummer 1. Heeft ons wat tijd gekost. Charles Leclerc laat voorlopig de pole position noteren. Button na P7 met een 1.45.286. Wij met groen in sector 1 en 2. Daar de laatste bocht verprutsen wij helaas een klein beetje. En dat is... Een P2 op 82.000 van Charles Leclerc. Een 1.44.7. Zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van Q3. Met Leclerc nog steeds op pole position. Wij gaan er alles aan doen om die pole position af te pakken. Button naar P4. Nog eens op P3. Zit er al gelijk goed met de Delta. Een paar duizendste onder onze eigen tijd. Met paars in sector 1, groen in sector 2, Button naar P2. Leclerc nog steeds op pole position, de vlag hangt uit. Wij zijn als laatste die hier over start finish heen gaan komen. Duiken ruim 3 tiende onder onze eigen tijd door. En dat is de pole position voor de grote prijs van Frankrijk.
Goed gedaan. Pakken de pole af van Charles Leclerc. Wij dus op Paul Leclerc op P2 op een tiende. Button gevolgd op P3 op ruim 3/10. En ja, dat is het eigenlijk wel. Dan is het op naar de race voor aflevering nummer 86 van F1 22 My Team Carré Mode. Daar gaan we dan. Welcome along to France, one of the great racing meccas, host of the world famous Tour de France and widely thought of as giving birth to the art of motor racing in the late 1800s. How far we've come since then. As this year's race gets underway, it's time, of course, for the French Grand Prix. The Paul Ricard circuit then is a 3.6 mile track, 25 miles east of Marseille. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, with the main overtaking chance expected to be going into turn 8. Top speeds today should be around 205 miles per hour. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position. Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Button, Norris, Liam Lawson, and Tsunoda, Ocon, Russell, Latifi, and Pierre Gasly, Yuri Vips, Drugovich, Oscar Piastri, and Fernando Alonso, Tictum, Schwartzman, Guan Yu Zhou, and Lance Stroll, Mick Schumacher, Magnussen, Richard Vachon and Théo Pourchaire. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. With me today, of course, is Natalie Pinkham. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, they've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far. But whether they can keep that up long term remains to be seen. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij gewoon weer meenemen naar deze wedstrijd, oftewel de race-overwinning pakken. En één stopper. Soft, medium is de strategie. Geen regen voorspeld. Goed om te zien. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier voor de Grote Prijs van Frankrijk. We zijn inmiddels onderweg met Charles Leclerc op P2. Die kennen wij van Oostenrijk. Button op P3. En kijken of wij misschien weer een 1-2'tje kunnen gaan binnenhengelen. Het zou mooi zijn dat dat gaat gebeuren, maar ik verwacht niet te veel van Jensen Button na de vorige race. Achterbanden even extreem goed opwarmen, komen keurig in de gridslot terecht. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 86 van F1 22. My Team Carré Mode voor de Grote Prijs van Frankrijk. Wij starten dus op pole position. Leclerc op P2, Button op P3, Norris 4, Lawson op P5. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed weg van onze gridslot. Jazeker, en blokkeren al gelijk. Charles Leclerc, Button is slecht weg. Onze ERS heeft een probleem. Daardoor moeten wij minder ERS gaan opengooien. Maar goed, dat doet er niet toe. Button al gelijk een positie verloren aan Lando Norris. Maar hij pakt die plek gelijk weer terug. Button is op dreef. Goed gedaan, knoopje. Jazeker. Paars in sector 1. Dat is goed om te zien. Leclerc op P2, Button dus op P3. We zitten in ronde nummer 3 van de race. Als Charles Leclerc naar ons is toegereden voor een aanval, denk ik zometeen. Wij laten even paars in sector 1 noteren, rood in sector 2. Daar zit Leclerc te kijken. Kan er niet langs. Button op P3, gat is 16e, Norris op 4, Lawson nog steeds op P5. Dus de posities zijn niet veranderd. Maar daar zit Charles Leclerc te kijken naar de binnenkant, maar wij gooien de deur daar dicht. Was er even een spannend moment. Toch houden wij de auto mooi breed. En waar het kan en mag, heel fel verdedigen.
Ronde nummer 4 in diezelfde ronde, want daar zit Leclerc en is er voorbij. Maar wij gaan de buitenkant pakken voor meer snelheid mee te nemen en duwen Leclerc daar gewoon weer wijd. Hier op dit kleine rechtstuk kan Leclerc niet zoveel. Hij wordt gewoon geblokkeerd. Jensen Button kan alleen maar naar ons toe rijden. Wij laten rood in sector 1 noteren. Ronde nummer 4 is het als Button Leclerc heeft ingehaald en zit nu op onze staart. En wij verdedigen die binnenkant niet goed genoeg. Button ziet zijn kans schoon, maar wij nemen daar gewoon weer meer snelheid mee. En Button is wijd geduwd. Dat betekent Lando Norris doet hier een aanval en is er voorbij. Maar ook daar weer hetzelfde verhaal. Wij kunnen gewoon de langere weg nemen. Meer snelheid gewoon meenemen in die bocht. En de AI die durft niet in te sturen. En zo behouden wij gewoon de leiding. Nou moeten de ERS zien te gebruiken in de wedstrijd. Het is tijd voor meer. Norris kan hier aanvallen. Is er langs, maar durft niet in te sturen. Ronde nummer 5 is het. Als wij gaan slingeren op het rechterstuk om Norris van ons in af te krijgen, maar we raken elkaar daar een klein beetje. Norris is er voorbij en heeft de leiding veroverd in de 6e ronde van de race. Button op P3 wil ook graag aanvallen, maar dat mag gewoon niet van ons. Wij moeten nu druk zetten bij de jonge Brit. Neem daar een wijdere lijn om hier misschien die binnenkant te pakken. Lukt net niet, dan moet het hier met DRS en ERS gaan gebeuren. Maar die Red Bull loopt heel hard. Wij rijden trouwens ook met Red Bull powertrains. Zitten gewoon nog steeds dicht bij Lando Norris. Kunnen hier misschien zometeen aanvallen. Gaan ons een beetje opleiden voor een actie. Op de exit. Nee, net niet. Norris heeft een betere tractie. Wij laten rood in sector 1 en 2 noteren. Gat naar Norris is 2/10. Dan hier kunnen wij zometeen een kortere lijn nemen in die chicane naar rechts. Dat doen wij ook, jazeker. Norris ziet dat, moet daar even ontwijken. En zo pakken wij de lijn terug in de 6e ronde van de wedstrijd. Button nog steeds op P3. Doet het goed. Ronde nummer 8 is het. Als Button gezakt is tot P4... en er gaat iemand uitvallen in de wedstrijd. Gele vlag wordt gezwaaid. Ik denk dat dat een Mercedes-rijder is van George Russell. George Russell valt uit voor Mercedes. En daar zit Norris te kijken naar de binnenkant. Maar er is geen ruimte. Wordt daar gewoon die curbstone opgeduwd door ons. Het mag, zolang de stewards er geen straf voor geven, mag het. Nog steeds bewolkt op het circuit van Paul Ricard. En we gaan gewoon weer verder met de race. De Russell nog steeds stil. Daar in sector 2 nog steeds gele vlag. Norris op P2 en wij duiken naar binnen in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Norris, Leclerc, Ocon, Gasly duiken met ons mee. Ik denk dat Jensen Button een ronde doorgaat. Jazeker. Hetzelfde geldt voor Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Yuri Vips, Fernando Alonso, Latifi. Gasly gaat ook een ronde langer door. Piastri gaat door. Tiktum gaat een ronde langer door. Eigenlijk allemaal de teamgenoten van de rijders. D.5 een prima pitstop en hebben wat tijd gewonnen ten opzichte van Lando Norris. En komen terug op een P16. Maar het is geen probleem. Want iedereen moet nog een keer naar binnen die voor ons rijdt. Dus ga er maar vanuit dat wij weer aan de leiding rijden als iedereen zijn pitstop heeft gemaakt in de wedstrijd. Nog 17 rondes te gaan. En Button heeft gelijk druk van de McLaren-rijder Nicolas Latifi volgens mij. Maar Latifi kan er niet... Jawel, Latifi pakt de leiding. Nicolas Latifi pakt de leiding, dat kan ik zien op de minimap. Oranje stip voor de witte stip. Zo zie je maar. Ronde nummer 12 is het. Als we daar Richard Verschoor hebben, gaan we ons hier opleiden en kijken hier naar de binnenkant. Jazeker, met paars in sector 1. De volgende heet dan zijn teamgenoot Lance Stroll. Maar die
AI's lopen hier zo hard op dat rechte stuk dat wij gewoon niet kunnen bijblijven. En Verschoor kan misschien terug aanvallen. Het gaat om P11 in de race. Wij remmen als laatste en Verschoor definitief gezien. Hier misschien Lance Stroll proberen aan te vallen. Zometeen. In een lange doordraaier naar rechts toe. We gaan verdedigen van Verschoor. En daar zit ook gelijk Norris in één keer. Drie dik was het daar eventjes heel kort. Maar wij pakken ze hier gewoon weer terug. Jazeker, in die lange doordraaier naar rechts toe. Stroll is de volgende. Hier aan de buitenkant proberen. Jazeker, heel mooi. Stroll ingehaald via de buitenkant. En het is P10 met paars in sector 1, groen in sector 2. Hier ook Theo Poortje aanvallen. Lukt dat hier wijder een lijn nemen dan de Fransman. En jazeker, mijn oud teamgenoot is verschalkt voor P9. En komen terug aan de leiding in de wedstrijd in ronde nummer 24. Liam Lawson, het gat is 1.6. Wij laten even de groen in sector 1 en 2 noteren. Als het daar geel is in sector 1. Omdat er iemand gaat uitvallen. Ik denk dat Richard Verschoor is. Jazeker, Richard Verschoor stilgevallen in de wedstrijd. Twee uitvallers dus tot nu toe. George Russell en Richard Verschoor. Jammer voor de landgenoot. Maar goed, hij reed al niet in de punten, dus wat maakt het uit? En wij laten even de snelste raceronde noteren met een 1.33.007. Sorry, 8.07. Excuses. Waar rijdt Jenson Button? Geen flauw idee, maar hij moet gewoon bijblijven met ons. Om zoveel mogelijk constructeurspunten te verzamelen. En daar staat Verschoor stil. Aan de linkerkant. En een DNF voor Verschoor. Jammer maar helaas. Groene vlag, we kunnen weer verder racen. En er zit inmiddels in de laatste ronde van de race. Liam Lawson komt tekort. 1.1. Jammer voor hem. Maar goed voor ons. Wij winnen al, gaan hier alweer een grote prijs winnen. Goed gedaan. Ik weet niet hoeveel onze zegenreeks nu is. Maar ik denk hartstikke veel. We kunnen even luisteren wat de ingenieur zegt. Nou, race overwinning nummer 6 binnengehaald. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. Another superb French Grand Prix comes to an end then, and it's a thoroughly deserved victory. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think it was clear what the main contributing factor out of the track was. Speed. It sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races. And we saw that today with our win. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Nou, hier ben ik de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben de grote prijs van Frankrijk. Liam Lawson naar P2. Lando Norris naar P3. Pakt ook de race ronde punt. Gasly krijgt drive of the T-button naar P7. Teleurstellend. Jammer. Twee uitvallers. Richard Verschoor en George Russell. En wij vergroten de voorsprong naar Lando Norris. 85 punten verschil en 93 punten verschil naar McLaren. Neemt de tweede plaats over van Red Bull. Dus dat gaan ze niet fijn vinden bij de Oostenrijkers. Maar goed, het is wat het is. Tsunoda pakt dat laatste punt voor Red Bull Racing. Rivaliteit breakdown, plus 7 voor mij. Tegenover 3 van Alonso.
Team McLean nog steeds alles gewoon goed en netjes. Zo hoort het en zo moet het ook. Alle sponsoren binnengehaald, $2,1 miljoen erbij. Helaas heeft Button 10.000 laten liggen, 90.000 erbij. Dat zien we vaak, dat wij een schoon weekend hebben, een clean weekend, en dat Button het namelijk gewoon verpest door geld te laten liggen. Moeten we niet hebben. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse F122 My Team Creamy content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de inschrijving. Dit was Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.